vrijdagochtend, toen ik echt voor het eerst in mijn functie achter mijn bureau zat, vertelde mijn plaatsvervanger dat Mark Schouwink en mijn zoon Dennis gesneuveld waren en dat er ook nog 2 zwaar gewonden waren. Dan wil je even niet achter dat bureau zitten. Nu gaan mijn gedachten vooral uit naar de familie Schouwink, de ouders van Mark, maar ook naar de familie van Roger Hak en Toninho Noorden, die allebei in Utrecht in het hospitaal liggen en waarvan we hopen dat zij 2 dit vreselijke moment wel zullen overleven. In het voorjaar van 2008 maakt het 45e Pantser Infanteriebataljon deel uit van de Taskforce Uruzgan. Een van de taken van het bataljon is het uitvoeren van meerdaagse verkenningspatrouilles. Soldaat Toninho Noorden doet op 18 april mee aan zo'n patrouille. De dag ervoor hebben we een patrouille gedraaid en het was echt een hele geslaagde actie. En uiteindelijk werd de commandant besloten, Dennis van Hum, had toen besloten dat we een nachtje bleven slapen. En de volgende ochtend hebben we een foto gemaakt en toen reden we met het pakket weg. En dan kijk ik nog herinneren dat we moesten lachen en toen was het boom. Daarna werd ik wakker in het militaire hospitaal. Ik deed mijn rechterbeen omhoog en mijn linkerbeen omhoog en ik zeg dat dit gedeelte van het laken ging alleen omhoog. En toen trok ik het laken weg en toen zag ik dat mijn benen geamputeerd waren. Ik heb echt heel veel gedacht waarom wij. En helemaal van waarom leef ik nog en waarom leven hun niet meer. Die vraag heb ik heel vaak aan mezelf gesteld. En ik ben erover uit dat ik dat niet meer moet doen. Je krijgt er geen antwoord op, dus ben ik maar vooruit gaan kijken. En ben ik gaan zoeken wat ik wel allemaal kon in plaats van wat ik niet kon. En ik denk dat dat mij kracht heeft gegeven om vooruit te gaan. En dat ik dan ook andere mensen zou kunnen inspireren om ook vooruit te gaan. Toninho Noorden heeft de draad weer opgepakt. Hij is als burgerambtenaar werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee. En hij heeft een sportieve uitlaatklep gevonden in het powerliften. Een sport die hem dit voorjaar naar de Invictus Games in Orlando heeft gebracht. Waar ligt je toekomst? Ja, eerst deze grote man, kleine man groot brengen. Dat is echt belangrijk. En ik wil sowieso naar de Paralympics. Dat is eigenlijk mijn toekomst. Dus dat is wel echt mijn volgende missie eigenlijk.